dan, hoppakee, zo. 63 blokken. Ja, dat moet op zich wel genoeg zijn. Deze zijn sowieso weatherproof, dus dat is wat we nodig hebben. Hallo kijkers van Gaz Games. Ben ik weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we weer bij Sky Factory. We gaan weer lekker verder waar we gebleven waren. Vorige aflevering waren we natuurlijk een klein beetje aan het struggelen met ores en dingen voor in de beneath om een void miner te gaan maken. Alleen ik ga eventjes een klein beetje switch maken van plans, want ik ga verder met de Wither Killer, de automatische Wither machine. En daarvoor hebben wij een heleboel dingen nodig. Ik heb namelijk een leuke video eventjes weer, nogmaals bekeken en even gekeken wat ik allemaal nodig heb om dat ding te maken. Dus daar gaan we deze aflevering mee bezig. Doe alvast even een blauw duimpje omhoog, want dat zal nodig zijn natuurlijk. Om eventjes te kijken, we hebben al de meeste, of het grote deel hebben we al klaar. Ik heb hier namelijk de mob grinder, die hebben we nodig. En ik heb, ik denk dat dit wel goed is. Dit is namelijk fused quartz. Dat is eigenlijk, blast resistant. Dus ik ga ervan uit dat dat ook resistant is tegen withers. Zo niet, dan moeten we maar even kijken of we, iets anders kunnen gaan maken. Ik denk dat het wel goed is. In ieder geval, dan moeten we 29 andere bouwblokken hebben. Nou ja, dat hebben we ook wel. We hebben zat verschillende blokjes. Dus dat is ook wel goed. Trouwens, we moeten echt heel veel hebben. Jemig, een mob grinder, nou die hebben we al. Een power source. Hij gebruikt, of in zijn video gebruikt hij een solar panel. En niet zomaar eentje. Hij gebruikt namelijk deze Draconic Solar Panel. En ik weet dat we die wel kunnen maken uiteindelijk. Maar dat wordt heel erg lastig. Dus ik ga gewoon gebruik maken van dit apparaat. Ik denk dat ik op zich met zo'n apparaatje wel ver genoeg moet komen. Als ik die op input zet. Dus op output zet. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we nodig, eens even kijken, een storage crate. Even kijken hoor, een storage crate. Storage crate. Small storage crate, is dat hem? Medium of large? Nou ja, ik ga gewoon voor de small. We hebben een wood casing voor nodig. Oké, hebben we gewoon een heleboel hout voor nodig. Dat moeten we als het goed is wel beneden hebben liggen. Eens even kijken. Eva die durpt ook wat rond, zoals jullie zagen. Even kijken, we hebben hier nog wel wat hout. Eens even kijken, dan moeten we dus wat van die hebben. Zo, wat normaal hout en wat sticks, zo. En dan even kijken, wood casing, zo. En dan, oh wat, dan moeten we dit er even weer uithalen. Even wat kisten maken, we hebben er vier nodig. Even kijken, zo en zo, vier kisten. Kan ik hem nu maken? Ja, oké, die hebben we ook al gelijk. Oké, we maken even rustig in ons inventory. Maken we hier eventjes de items die we allemaal nodig hebben. Tot nu toe is dit wat we nodig hebben. Voor de rest zien we nog wel eventjes. Eens even kijken. Een absorption hopper. Even kijken, wat hebben we daarvoor nodig? Een absorption. Ja, oké, dat is dit dingetje volgens mij. Yep. Even kijken, daar hebben we een hopper voor nodig, drie obsidian en een Eye of Ender. Als het goed is hebben we dat allemaal nog wel liggen. En anders kan ik een Eye of Ender natuurlijk zo maken. Zit er hier nog wat in? Even kijken. Nee, hier zitten geen Eye of Enders in. Oh god, ik pak opeens allemaal items hieruit die ik helemaal niet nodig heb. Zo. Mob drops hier nog. Oh wacht, we hebben hier nog zat. En hebben we hier dan nog blaze powder? Ja, dat hebben we ook. Oké, wacht even. Dan doen we er even snel eentje maken. Zo. Dan hebben wij nog nodig een beetje obsidian en een kist. Even kijken. Zo. Even wat normaal hout erbij pakken. En dan hebben we wat iron nodig. Even kijken, heb ik dat niet nog in mijn backpack zitten? Ja, zat. Meer dan zat in ieder geval. Zo. En dan hebben we ook wat iron. En dan moeten we nu even snel een hopper bouwen. Dat ging op deze manier zo. Oh, wacht, ik heb nog geen kist. Shit. Even alles er weer uit. Zo. En een kist, ja. Even kijken, een hoppertje erbij. Hoppakee, zo. En dan met obsidian eromheen en dan die erboven. Of heb ik dat nou goed? Oh, ik heb hem verkeerd omgedaan. Nou ja, oké, absorption hopper. Die hebben we ook. Zo. Oké, dat werkt in ieder geval. Alleen, ik weet nou niet zeker of dit witherproof is. Tot nu toe denk ik van wel. Alleen, het kan zomaar zijn dat het niet is. En anders moeten we reinforced obsidian maken of reinforced glass. Ik weet niet of dat moeilijk is. Maar reinforced glass. Waar staat dat? Dat is deze. Witherproof.
Oké, daar hebben we even een Wither Skeleton Skull voor nodig. Daar zul ik dus weer heel veel Wither Skeleton Skulls voor moeten verzamelen. Dus we gaan eerst dit wel even proberen. Ik weet niet of dit Witherproof is of dat er echt bij moet staan. Want even kijken, als ik Reinforced Obsidian kijk. Ja, er staat ook Witherproof bij. Hier staat ook Witherproof bij. Dat is... Oh. Nou begin ik bijna te denken dat we dat toch echt nodig zullen hebben. Even kijken. Op zich kunnen we dat best wel snel maken. Heb ik alleen wat steel voor nodig. That's it. Oké, nou dan maken we dat wel even. Dus doen we dat fused dinges doen we weg. Even kijken, zo. Dan hebben we wat obsidian nodig en wat steel. Even kijken, steel moeten we als het goed is ook in overloads hebben nog steeds. Ja, kijk. Hoppakee. Dan doen we even zo. Oeps, dat is iets te veel steel. Nou ja, dan moeten we wat rots maken van die steel, zo. En dan kan ik, als het goed is, kan ik deze dingetjes maken. Nee, hè? Oh, wacht. Ik moet in een crafting table, of course. Zo. En dan die. Nee, niet die. Deze. Even kijken, zo. En dan maken we er eventjes zat van. Mijn hele inventory zit weer eens vol. Nou ja, zo. Even kijken, hoppakee. En dan deze, die gooien we maar even op de grond. Dikke prima, die pak ik nu even op. Zo. Reinforced obsidian. 31 heb ik er nu. Waarom kan ik er niet meer maken? Oké, omdat ik niet meer van die scaffolds heb. Nou ja, prima. Dan maken we er daar nog wat van bij. Hoppakee. Zo, en dan nog meer obsidian. Oh, ik mis weer wat steel ingots. Even snel die blokken pakken hier. Zo. En die weer even omzetten. Waar staan ze nou? Oh, hier. Zo. Oh, wat? Er zit een lasso in. Ga weg met je lasso. En dan... Hoppakee. Zo. 63 blokken. Dat moet op zich wel genoeg zijn. Deze zijn sowieso witherproof. Dus dat is wat we nodig hebben. Oké, eens even kijken. Dan gaan we verder. Dan moeten we een... dislocator. En dan dit ding moeten we hebben. Eens even kijken. Daar hebben we iron voor nodig. Daar hebben we zo'n draconium ding voor nodig. En dan een draconium infused. Oké, blaze powder met obsidian en draconium dust. Schiemig. En hoeveel hadden we er daarvan nodig? Eentje. En uiteindelijk ook... Oh, wacht. Daar hebben we er ook nog een aantal voor nodig. Voor het apparaat zelf. Even kijken. Hoeveel hebben we er daarvan nodig? 7. Dus we moeten in totaal 8 van deze obsidian gaan... Of van deze soort obsidian gaan bouwen. Dus dan moeten we 32 blaze powder hebben. Hebben we dat ergens, is de vraag. Ik denk niet dat we 32 blaze powder hebben. Want alles wat in deze kist zat was net volgens mij... Oh, wacht. We hebben hier nog wel blaze rods. Even kijken. Dus dan hebben we 23 blaze powder. Nee, dat zal toch betekenen dat ik denk ik eventjes naar de nether toe zal moeten gaan. Maar daarvoor hebben we natuurlijk wel onze leuke appels. Dat gaan we gewoon eventjes snel doen. Even kijken. Waar zitten die leuke dingen hier zo? Ik neem er even eentje mee en dan gaan we heel even snel naar de nether toe. En dan gaan we heel even wat van die stomme blazes verslaan. Want ja, dat zit er toch wel weer aan te komen. Ik dacht dat ik daar eindelijk mee klaar was, maar hey, toch niet. En dan moeten we ook nog wat draconium terugzetten naar... van die draconium dust, want dat hebben we ook nodig. Dus even kijken welke kant moeten we op. Oké, hier zo. Dan pakken we ons mooie draconium zwaard erbij. Als het goed is een blaze in één klap dood. En anders moet ik hem even 2 keer slaan, maar dat is ook geen probleem. Even kijken. Ja, oké, die gaat in 1 keer dood. Hoppakee, en nog eentje. En hier hebben we nog een blaze. Ik weet niet of ik al... Ik heb al 2 blaze rots. Oké, dat gaat snel genoeg. Oh, hier hebben we er nog eentje. Hallo. En die is ook neer. En jij gaat ook neer. Zo. Oké, dit gaat snel genoeg. We moeten alleen eventjes wat blazes laten spawnen. Maar gelukkig hebben we hier 1 spawner. En volgens mij, ja, hier hebben we er nog eentje. Dus op zich gaat dat snel zat. Oké, hier hebben we ook alweer een blaze rondhangen. Kom jij maar eens even hier. Hoppakee, 4 blaze rots ondertussen. Is dat al genoeg? Nee, ik mis nog 1 blaze rot. Oké, hier zijn blazes gespand. Even kijken, zo. En daar hebben we onze laatste blaze rot sowieso al. Ja, ik neem er ietsjes extra mee, want het kan toch wel van pas komen, zeg maar. En dadelijk zul je zien, heb ik nog meer blaze powder nodig en dan heb ik dat weer niet. Dus, hoppakee. Zoveel werk is het niet om een paar van die stomme blazes te killen. Maar ze spannen nu niet meer. Dat is wel altijd lastig. Hey, ik zie dat ik hier een keer dood ben gegaan. Eens even kijken, is er al ondertussen een blaze? Nee, nou ja, oké, dan gaan we er gewoon vandoor.
Want we willen natuurlijk wel in deze aflevering alle spullen klaar hebben, zodat we volgende aflevering ondertussen wel een klein beetje bezig kunnen aan de Witherkiller zelf. Dus we moeten even kijken. Nou heb ik Draconium nodig. Oh, je had ook nog wat Blaze Powder, zie ik. Eva die dropt de Blaze Powder op mij, maar ik rende de kaart langs heen. Even kijken, zo. Dit moet in de Crusher. Of kan dit ook in de Sackmail? Nee, dit kan niet in de Sackmail, de Crusher, deze. Hoppakee. Oké, dan krijgen we wat van dat Draconium Dust. En dan hebben we ook de... Even kijken, de Draconium Infused Obsidian hebben we dan klaar. En dan kunnen we de Dislocator bouwen. Eens even kijken, dit duurt eventjes, dus dat is rustig bezig. Even kijken, wat hadden we dan hier voor de rest nog voor nodig? Oh, oké, alleen een core en ja, zo'n obsidian dingetje. Dat is geen probleem. Had ik hier nog wat dust in zitten? Ja, ik heb hier ook nog 4 dust in zitten, dus dit is genoeg. Nou ja, laat dit Draconium er maar lekker in zitten. We hebben hier toch de Ultimate Furnace, dus als we het weer willen omsmelten, is dat binnen een paar seconden klaar. Even kijken, ik kan 10 van die Draconium maken. Ja, doe dat gewoon, dat is wel voldoende. Oké. Dan moeten we zo'n Draconium Core dingetje nog hebben. Hebben we die nog hier ergens zitten? Ja. Hebben we er ook nog wel eentje van. Zo, dan kunnen we die omzetten en dan... Oh, even kijken, dan kunnen we die zo bouwen. Oké. Ook dit item hebben we. Deze kan daarbij. Dus dan hebben we al een heel stuk gedaan. Eens even kijken, dan leggen we even de spullen die we niet nodig hebben, leggen we weer even weg. Zo. Dan hebben we nodig een dislocator. Even kijken, een dislocator. Oh, hadden we ook wel nog wat meer van die dingen voor nodig. En blaze powder. Nou, het is maar goed dat ik wat extra blaze powder van Eva heb gekregen. Anders had ik niet eens genoeg gehad. Tenminste, heb ik genoeg? Ja, ik heb genoeg. Oké, gelukkig. En dan moeten we ook nog deze hebben. Even kijken, zo. En dan de dislocator moeten we maken. Zo. Hoppakee. Oké, die hebben we ook. Goed, volgende item is een Wither Boss Dead Muffer. Even kijken hoor. Die is optional, maar ja, we gaan hem toch maken. Even kijken, dat is dit ding. Dat is allemaal wol met een Wither Skeleton hoofd. Nou, dat is niet heel erg groot probleem. Even kijken, hebben we hier nog een Wither Skeleton hoofd? Ja, hebben we. En dan moet ik heel even naar dat apparaat toe gaan hier zo. Hopen dat hier geen beesten binnen zitten. Oh nee, ik had allemaal toortjes geplaatst. Dat gebeurt niet zo 1, 2, 3 meer. Even kijken, moeten we een stekje strings. Zo, hoppakee. En dan kunnen we ook gelijk dit apparaat maken. Zo, oké, die hebben we ook. Dan moeten we gelijk door met de basic drawer. Ja, ik weet niet of ik al deze items daadwerkelijk nodig zal hebben, mensen. Maar ik maak het gewoon lekker, omdat ja, het staat in het lijstje, dus waarom niet? Even kijken, een basic drawer. Deze gewoon. Oké, dat is een chest met wat hout. Even kijken, nou, dat hebben we zo gemaakt. En chest, hoppakee. En dan zo, hoppakee. Die hebben we ook. Dan hebben we nog nodig een autoplacer. Daar hebben we er 7 van nodig. Autoplacer. Nou, volgens mij waren die makkelijk te maken. Dan hebben we palace crystals voor nodig. Oké, dat is simpelweg dit ding aanzetten en dan een beetje lapis ervoor leggen. Hebben we hier nog, en even kijken, hebben we ook nog een redstone torch hier in zitten? Nee, maar wel redstone. Dus we kunnen die redstone torch zo even maken. En zo, even kijken, die daar, hoppakee. En dan de lapis hiervoor gooien. En dan krijgen we palace crystals, als het goed is. Even kijken, waarom doet hij het nou niet? Oh ja, daar gaat hij. Oké, palace crystals. Oké. Dan moeten we er ook nog zo'n basic coil hebben. Dat is van die redstone dingetjes met black quartz. Oké, die hebben we. Hebben we hier ook black quartz? Ja, hebben we ook nog. Dat is mooi. Even kijken. Zo. Oh, wat? Oh, shit. Ik heb meer van die redstone crystals. En meer black quartz. Oh, nee. Black quartz heb ik genoeg. Oké, even kijken. Redstone. Hup. En dan moeten we de redstone hier even voorgooien. Zo. Even kijken. En als het goed is krijgen we dan nog meer van die crystals. Ja, dankjewel. Zo. En dan die maken. Hoppakee. En dan maken we er autoplacers van. Oh nee, wacht. Daar moet ik nog cobblestone voor hebben. Maar dat hebben we ook wel hier op voorraad liggen. Want we hebben hier natuurlijk onze mooie cobblestone generator. Zo. En dan kan ik het nu wel maken volgens mij. Even kijken. Ja, oké. 7 stuks had ik nodig. Oké, die hebben we.
Ook die zijn klaar. De rest kan daar lekker in blijven zitten, kan mij het schelen. Even kijken, dan hebben we nog 8 redstone conduits nodig. Volgens mij heb ik die nog wel ergens. Oh nee, dat zijn energy conduits. Ik heb hier nog wel redstone conduits, maar nee, oké. Dan pakken we even de redstone alloy, want die hebben we nog wel. En dan moeten we dat binder spul hebben. Hebben we dat nog ergens? Anders moet ik... Oh ja, hier hebben we ook nog binder. Even kijken. Dan doen we dat eventjes zo, zo, zo. Hop. En dan hebben we ook genoeg redstone dingetjes. Dan moeten we nog hebben een item conduit. Jemig, wat hebben we toch een lijst van items hiervoor nodig. Item conduit. Ja mensen, als jullie dit saai vinden, sorry, maar ja, het moet toch echt gebeuren. Dit zijn de items die je allemaal nodig hebt. En het is beter dat jullie het gewoon lekker via deze video kunnen volgen. Zodat jullie de volgende aflevering zoiets hebben van... Oké, nice, nu kunnen we dus zelf zo'n automatische Wither Killer maken. Dus ja, dus je moet gewoon lekker blijven. Even kijken, hebben we nog ergens... Ja, we hebben hier ook nog Pulsating Iron. Dat heeft Eva laatste keer gemaakt volgens mij. Even kijken, even weer een klein beetje mijn inventory leeggooien met de items die we niet nodig hebben. Zo, hebben we weer iets meer ruimte. Want ondertussen beginnen we heel veel blokken te stacken die we straks nodig hebben voor de Wither Killer. Even kijken, zo. Dan hebben we nog meer binder nodig. Heb ik dat nu nog? Heb ik dat nou net echt allemaal opgemaakt? Nee, toch? Binder. Nee, hier zit het niet in. Volgens mij heb ik het echt opgemaakt. Oh, dat is zo zuur. Dan moet ik nieuwe binder gaan maken. Is dat nou, heb ik het nou echt opgemaakt? Nou, oké. Laten we daar maar gauw mee beginnen dan. Wat zei je? Oh, jij hebt ook nog binder? Oh, Eva heeft nog binder. Oké, ik dacht echt even dat ik dat... Oh nee, ik had die ook nog in zitten. Oh, wat ben ik allemaal aan het stuntelen, jongens. Even kijken hoor. Pulsating iron nodig. Zo. Dan hebben we ook van deze dingetjes, van die item, nou ja, dat zijn er veel te veel eigenlijk, maar ja, ik heb ze toch uiteindelijk nodig. Een Jedi wrench, even kijken, een Jedi wrench, die hebben we ook nodig, dat is zo'n iron gear. Of nee, oké, ja, dat is zo'n gear in ieder geval. Even wat sticks maken, zo. En dan, die moet ik hebben, oh, heb ik geen cobblestone op zak? Jemig. Oké, even wat nieuwe cobblestone weer pakken. Hoppakee. En dan hebben we ook de Jedi Wrench. En dan denk ik dat we het hier eventjes bij moeten laten, mensen. En dat we dan de volgende aflevering verder gaan met het maken van dit apparaat. Want ja, we moeten nog veel meer doen, blijkbaar weer. Want ik moet hierna nog een timer maken, een redstone torch, een self-resetting lever, 63 sticks, 7 basic item filters, 1 drawer key, 64 keer 3 Wither Skulls en 64 keer 4 Soul Sand. Dus ik moet ook nog een shit ton aan Wither Skulls gaan verzamelen in de Nether. Waar ik echt totaal geen zin in heb, maar ik moet het toch gaan doen. Dus ja mensen, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Als jullie het weer leuk vonden, doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Morgen gaan we sowieso dat apparaat bouwen. Dus ja, kan zijn dat het een hele lange aflevering wordt. In ieder geval mensen... Doe allemaal nogmaals een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Later mensen.